Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe week. Waar zijn we? We zijn in Karlstad, bij de IKEA. Bij de IKEA. De eerste lading is gekocht. We hebben een paar houten rekjes gekocht. Palompies. Schilderijtje. En we gaan weer verder. Naar de volgende winkel. Naar de volgende. Hey door. Nou, we zijn weer terug uit Karlstad. Wat hebben we allemaal gekocht? Rekjes voor in de schuur. Sierlampjes. Plafonnières. Een mooie spiegel voor in de badkamer. Nog wat plafonnières. Stopcontactje en zo. En we gaan nog even naar binnen. Nog twee leuke schilderijtjes. En deze twee schilderijtjes. En wat hadden we nog meer gekocht? Oh ja, zaagbroek. Zaagbroek, want het bloed van de mensen. Ja, dat moet voor je eigen veiligheid. Ja, ook. Ik ben bang dat ik mijn benen eraf zaag. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Dus die hebben we ook. En we waren nog op zoek naar schoenen met... Dubdecks. Ja, ik weet niet hoe dat heet. Spikes. Winterbanden onder de schoenen. Van de week was hier een Antoinette, Angelier, die woont hier ook. En die had schoenen met van die duppies eronder. En daar heb ik een stukje op gelopen, maar er zijn 6 sportzaken af geweest. Niet te vinden. Uitverkauwd. Uitverkauwd overal. En we hebben een modem. We hebben bijna goed internet. Nou ja, internet. We hebben internet geregeld. Dat kon bij een bepaalde winkel. Ik weet niet meer hoe die heet, maar in ieder geval duurt. Wat je nodig hebt, is alleen... Je paspoort. Je paspoort. Hoeft er geen koopcontract, nee, helemaal niks. Geen Zweedse bankrekening, helemaal niets. Onbeperkt internet, voor een jaar lang. Dus, maar het duurt, hij dacht vanaf woensdag, maar het kon ook iets langer duren. Ongeveer 5 dagen voordat het... Of 10 dagen. Ja, ongeveer, maar dat moeten we even wachten. Dus, we zijn weer... Oh, Mazel, ga je laptoppen. Mazel gaat even de vlog repareren. We gaan eens even kijken om alles uit te pakken. Wat ben jij nu aan het doen? Ik ben de vlog van afgelopen week opnieuw aan het doen, want de kwaliteit was helemaal ruk. Oh ja. Dus ik hoop dat die straks wel goed is. Ik weet niet wat er mis is gegaan, dus... Even nakijken. Ja, ik ben bang dat het even gaat duren nog. Oké. Goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. We zijn natuurlijk gisteren weer wezen shoppen voor de verandering. Ik ben er wel een beetje klaar mee onderhand, maar goed. We hebben weer het een en ander gekocht, maar ja, alles is tegenwoordig bouwpakket. Dus we gaan vandaag de badkamer doen, we gaan een nieuwe lamp ophangen, want die knippert al een week. Dat is een van de weinige lampen die achtergebleven was, maar ook die begeeft het. Dus, een nieuwe lamp, een nieuw handdoekrekje en een nieuwe spiegel. Dus dat is project badkamer. Het is zondag en wat zijn we aan het doen? Weer aan het klussen. Weer aan het klussen. Jacques is weer een beetje aan het schilderen. Wat hebben we nog meer gedaan? Kijk. Lampie. Nieuwe lampjes opgehangen. Hier een lampie. En ja, nog meer lampjes. Hier een lampie. Boven. Lampjes. In de badkamer. En nieuwe spiegel. Dat was ook wel hoog nodig. Er hing een mooie. Toen ging ik kijken het huisje. Maar er was een andere gekomen. En die was niet zo mooi. Dus hebben we een nieuw spiegeltje. Mazzel, nee! De drempel is net geverfd, mazzel. Handdoekenrekje opgehangen. Wat hebben we nou nog meer? Oh ja. Ook een lampje. Dus we zijn weer lekker bezig. Ja, het is zondag. Heerlijk weer. Zonnetje erbij. Rond het vriespunt is het. Vannacht is het geloof ik min 13, min 14 geweest zo'n beetje. Lekker fris. Maar vanmorgen was het nog 15 graden in de woonkamer. Dus dat valt eigenlijk niet tegen. We dachten misschien moeten we wel bijstoken met elektrische kachels 's nachts. Maar nee, dat valt gelukkig reuze mee. Vanavond moet er als het goed is sneeuw komen. Ja, het verandert het weerbericht van een front die net zo vaak is in Nederland. Het zou eerst ongeveer 12 uur lang gaan sneeuwen. En nu wordt het al iets van 8 uur lang. En het wordt steeds minder de hoeveelheid. Dat is jammer, want eerst dacht ik, nee, nou, misschien valt er wel een keer een laagje. Dat is ook wel eens leuk, ja toch?
Het zou gaan waaien vanmiddag. Ja, je kan het zien aan het vlaggetje, want die hing vanmorgen helemaal stil. Het begint langzaam een beetje te waaien. Maar ja, het is niks vergeleken met Nederland, want als je het mij vraagt, zeg ik, het is nog windstil. Nou, we hebben daar een lampje hangen. Ik weet niet hoe oud die al is, maar die is een hele oude. En dan gaan we even een ander ophangen. Tenminste, poging wagen, laat ik het maar zo zeggen. Want die zit al een paar jaartjes vast, denk ik. Nou, mooi nieuw lampje. Dan zeg je dat ook weer, want de vlag op een strom schuit. Maar dat maakt niet uit, het lampje is vast helemaal netjes. Kijk, en onze mazzel, die heeft hier echt helemaal super naar zijn zin. Hé maat? De hele dag takjes lopen. Lekker in de tuin banjeren. Hoi hè, wind. Ah, heb geen tijd voor ons. Nou, we gaan zo meteen lekker naar binnen. Dan gaan we ons opmaken voor de sneeuw, denk ik. Of we gaan nog even een stukje wandelen, want het is nou zo lekker weer. Maar Jacques is voor het eerst op pad in de eentje. Die is even naar de supermarkt. De kleine Ica. Nou, het gaat niet goed met mazzel. Je hebt weer een tak ingeslikt. Gaat het? Ja, af en toe dan vreet hij ze op. Dat gaat niet helemaal goed. Nee, het gaat niet goed. Ik ga op die hond even helpen. Einde van de wandel. Paadje achter ons huis. Beetje op ontdekkingstocht. Ja. Het is wel sprek glad. Hierachter staat nog een oud huisje boven. Fixer-upper. Leeg huisje, even wezen kijken. Maar dat is echt oud. En leeg. Maar goed, leuk hoor. Dus we gaan even doortuppelen. Kijken waar we uitkomen. Even de camera draaien. Hier wordt weer een beetje vlak. Als het goed is moeten we bij de rivier ergens uitkomen straks. Ons huis ligt daar achter ergens, daarboven. We waren aan het lopen. Toen kwamen we een bord tegen, loslopende honden. Dus ja, dan lopen we maar niet door. Dan gaan we terug, maar één grote ijsbaan. Dus nu hebben we besloten. We nemen de korte route. Jacques is daar nog. Ik ben halverwege. Als het goed is kunnen we dan vanaf daar zo weer richting ons huis lopen. Maar dan moeten we nog boven zien te komen. Ik mag Jacques niet filmen. Dus. Nou, we gaan, ik ga even die camera neerzetten. En dan kom ik je even halen. Un momento. Lopen. Kom dus een half uur blijven staan. We gaan verder klimmen. Blijf weg hoor. Hel. En hier zijn we omhoog gekomen. Een ijsbaan. We hebben het gehaald. Ja. Dan zijn we
kleiner bij de achterkant van de tuin. Ja, de sporen van reeën in de tuin. Goed, leuk rondje. Dat is leuk, hè? Ja, leuk. Wat vaker doen. Ach, we hebben het gered. Zo simpel is het. Speeltijd. Hiha! Hoppa, zo gaat dat. Makkelijk, hè? Ik ben er wel blij mee. Ja. Oh, mag wel naar buiten. Maar zo lekker spelen. Ga goed, hoor. Ja hoor, ideaal. Oké. Het is weer zondag. Hoe laat is het? Bijna 6 uur. Bijna 6 uur. En wat is Dick aan het doen? We zitten weer op de veiling. Leuk, joh. Heb je al wat gewonnen? Slaand. Ik heb een elander gewaaid, ook twee, maar ook een hele grote. Van een meter breed. Nou ja. Dus. En een fiets. Dus we zijn lekker bezig. Nog niet afgelopen? Zonder gewaaid, ik weet allemaal niet, joh. Nachtkassie. Oh ja, nachtkassie voor 50 kronen. Ja, een beetje kijken, joh. Een beetje klooien. Waarom? Nou, weer een auto vol. Hoi. Hoi. Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen, Mazzel. Mazzel is nog een beetje ingepakt. Mazzel is ingepakt. Het heeft lekker gesneeuwd vannacht. Ik ga even door de raam filmen. Ik weet niet of dat te zien is. Ah, witte wereld. Ik zal even naar buiten lopen. Ik zal niet met die camera naar buiten gaan, want die... Tenminste, die kan niet zo heel goed tegen water volgens mij. Ik zit gewoon met het afdakje. Geef mij eens even een Brezhnev pad. Niemand gelopen. Mooi, hè? Maar het waait ook best. Zeker voor hier. Kijk maar. Nou, met de sneeuw erbij. De auto. Het is ongeveer een centimeter of 10 gevallen, denk ik, als ik zo kijk. En het gaat nog door tot vanavond, 5 uur. Ah, gaaf toch? Oh, het is wel koud. Maar wel leuk. Het sneeuwt best aardig hard nog. Heel gaaf. Vind je het wat, Mazzel? Als je stok. Pak hem maar. Als je stok. Ik vind het wel leuk in de sneeuw, hè? Ah, het sneeuwt echt hard. Harder als vanmorgen. Waanzinnig, hè? Echt waanzinnig. En jij? Hoe vind jij het? Ik vind het ook wel leuk, hè, maat? Jij vindt het ook wel leuk, hè? Kom maar, een bakje doen. Nou, dat is een beste laag sneeuw. En het sneeuwt nog tot vanavond een uurtje of 5. Dus ik denk dat er bij elkaar toch een centimeter of 20 gaat vallen, ongeveer.
Nou, leuk toch? Mensen hier zullen wel denken, weer sneeuw, die ellende, die witte troep. Maar voor ons is het leuk. De bril beslaat ervan. Kijk, kom een mutsje toch aardig uit zo. Ah, dat is toch waanzinnig. Ik vind het wel, ja toch, wil je het er ook een beetje meemaken. Het hoeft voor mij geen meter te worden. Tenminste, dat is ook wel leuk. Autootje. Een dik pak sneeuw. Nou, we hebben gisteren op de veiling weer even de veiling meegedaan. En we hebben het een en ander gekocht. Ja, gewonnen. Je wint helemaal niks, je moet betalen. Maar ja, ze moeten we eigenlijk op gaan halen. Maar dat kan ook morgen. Dus misschien dat we dat wel morgen doen. Lijkt me verstandig. Maar ik wil het eigenlijk ook wel snel hebben. We hebben van alles en nog wat gekocht. Ik kan me dan weer niet inhouden. Maar goed, maakt niet uit joh. Leuk toch. Ik zal je dan even een klein stukje meenemen door de tuin. Dan kunnen we straks gaan sneeuw ruimen. Een beetje aan de kant vegen allemaal maar. Hè. Maar dat doen we wel als het droog is. Maar kijk dan. Gaaf hè. Daar vind ik die dennenbomen zo mooi hè. Als sneeuw op ligt dan... Maar het waait best wel, dat had ik net ook al gezegd. Dus het is best wel fris. Dat is door toch. Nou, even naar de weg toe lopen. Kijken hoe dat eruit ziet. Kijk, dat is het voordeel. We wonen natuurlijk niet helemaal boven op een berg of midden in het bos. Niet helemaal aan de 62. Dat is dan zeg maar een beetje de echte doorgaande weg. Dit is dan de weg om daar te komen. Nou, dat is toch goed te doen. Ja, toch? Super. Ik ga weer naar binnen. Ik krijg koude vingers. Maar, leuk joh. Eigenlijk een beetje echte winter. We gaan zo even lekker sneeuw. We gaan even sneeuw scheppen. Project kastjes in elkaar. Het is begonnen. En meestal heb je schroefjes te veel. Maar ja, er zat natuurlijk weer in één pakket een doosje te weinig. Dus Dick is even in de schuur kijken. Mas is daar klaar, die wil alleen maar naar buiten om sneeuw te eten. Nee maat, we gaan nog even kastjes in elkaar zetten. Nou, de twee houten kastjes staan in de schuur. Dus, volgende kawaii, wat ga je doen? Ik heb, dat heb ik net al verteld, maar ik heb spullen weer gekocht op de veiling. Oh ja. Dus ga ik even halen. Dan zou je zeggen, doe dat morgen, dan is de sneeuw, sneeuwt het niet en zo. Maar mensen die Dick kennen, die weten wel, die kan niet wachten tot morgen. Ik kan niet wachten, dus ik ga gewoon. Ja. Als ik insneeuw. Dan blijf ik alleen over. En blijf ik alleen over. Hebben we in ieder geval de beelden nog. Ja. Nou, dus. We zien zo wel wat het allemaal is. Ja. Onderweg om de spullen te halen. Heel even kort filmen, want het is natuurlijk helemaal niet veilig. Dus we stoppen er weer gauw mee. Maar het is niet druk op de weg, maar het is wel prachtig. Verder zal ik niet filmen, handjes weer aan het sturen. Hey door. Ik ben weer thuis. Wat is er gebeurd? De buurman is even geweest. Te sneeuwschuivend. Anton, de buurman. En die stuurde een berichtje. Hij zegt, maar toch aan het sneeuwschuiven, zal ik jullie oprit ook even doen? Nou, helemaal top. Helemaal top. Super blij mee, dankjewel. Kijk. Ja. Kijk, die kennen we een beetje normaal rijden. En normaal naar de schuur lopen. Ik weet niet hoeveel centimeter er al ligt, sneeuw, maar... Zo'n centimeter, nou ja, vanmorgen was het 14. Vanmorgen was het 14 en het sneeuwt nog steeds, dus... Ja. Maar we hebben weer een auto vol met zooi. En er is wel wat gebeurd onderweg. Oh. Maar niet onderweg, voordat ik wegging. Oh, wat is er gebeurd? Nou, iets wat één ding was... Is nu twee. Is nu twee dingen. Oh. Maar goed, we gaan het zo zien. Oké. Okay. We gaan hem openmaken. Maak jij maar, ga jij maar filmen. Daar komt hij. Daar komt hij. Een wagenwiel. Die is kapot. Die is nog heel. Die is nog heel. Ja. Hoppatee. Altijd al willen hebben. Dat vinden we leuk, hè? Hè? Vinden we leuk. Dan moet ik even hier de zijkant. Allemaal maar. Past allemaal maar net niet.
Oh. Die mooie schaaltjes. En ik zie een stukje gewei. Nee, maar dat is hoort. Oké. Okay. Nou, we doen het wel naar binnen, dan filmen we het even binnen. Ja, hè? Is goed. De buit binnen. De buitje binnen. Wat hebben we al? Kijken wat we hebben, jongens. Een echte BMX. Een echte BMX. Mocht je hier nou meer over weten, laat het maar even weten. Wat is het voor Forever, staat erop? Ja, BMX Forever, maar volgens mij is het gewoon helemaal niks. Maar... wij vonden het wel grappig. En hier staat op, de Forever Shanghai China. Oh, ik geloof dat de BMX uit Amerika kwam. Maar... echte China. Een echte China edition. Oké. Okay. Maar ik denk wel dat het een oudje is. Ziet er wel oud uit. Dus ik ben echt benieuwd of iemand hier iets van weet. Nou, die hebben we dus. En een nachtkastje. Een kastje. Een beetje in de, in de oude zooi-stijl. We gaan even pimpen. Dat is dus de schade. Nou, dat was een vogelhuisje. Maar dat ging ik niet voor hoor, bij de veiling. Maar die zat toevallig bij die wagenwielen. Oh ja, bij die wagenwielen. De bovenbouw is dus van de paal af. Een beetje bouwvol. Ah, kunnen maar, daar maken we wel wat van je. Ja. Ik weet niet hoe lang die nog bij gaat. Dan. Kruidenzooi. Kruiden. Allemaal. Noem je dat? Ja. Kruidenpotten. Ja, dus daar zoeken we eigenlijk nog zijn rek voor. Ja, dus heeft iemand zijn rek. Maar goed, anders die gaan we ooit nog wel eens een keertje vinden. En een schaaltje met emaille. Emaille. En een bessenpluk apparaat. En een ding om bessen te plukken. Of om je haren te kammen. Marcel vindt het ook interessant. Met je haren mee komen. En hier nog twee emaille en twee mini-gewijtjes, denk ik. Ja. En dan gaan we even naar binnen. Nou, we hebben nog twee wagenwielen, maar daar heb je er één van gezien. Oh ja, die staan buiten, die filmen we straks. Gaan we nu even naar binnen. Oh, hij hoort zo, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Een elandengewei, vindt het zielig, maar ja. Hij is er toch al geweest. Kunnen we hem beter gebruiken als... Ja. Dus die hebben we. Die vind ik wel helemaal geweldig. Even voorzichtig. Kijk. Kijk nou wat dat weegt. Daar loopt zo'n beetje mee op zijn kop. Ja. Zie je. Gaan we eens even een mooi plekje voor zoeken. Hè? Ja. Helemaal geweldig. Oké, dan gaan we eerst even lunchen. Nou, de eerste hangt zo boven de bank. Ja, er komt natuurlijk een andere bank, dus daar hebben we een beetje rekening mee gehouden. En nu ja. Gaan we even kijken. Kijk, we wouden hem daar hangen. We hadden hem hier opgehangen. Ja. Alleen, ja. Dat, we weten niet waar het houtwerk zit. Nee. Dit schoorsteen zit erachter, maar die zit heel erg naar achteren. Dus ik denk, doe ik met gipsplaat pluggen. Maar dat ding is zo zwaar dat hij de gipsplaten van de muur een beetje los trok. Kijk, aan de zijkant hier. Kijk, zie je al een haarscheur ontstaan. Dus we hebben hem er maar gauw afgehaald. Ja, anders legt straks de gipsplaat. Anders leggen we alles op de grond. Dus we gaan hem nu. Little Moose komt boven het dressoir. Dus meten is weten. En de tweede, die hangt ook mooi boven het dressoir. Moet ik nog een leuk boershuis zien. Hè? Leuk hè? Alleen met de happen. Fris windje, hè? Open. Go, go, go. Kom. Lopen. Ja. Ton. Hup, nog een happie. Krijg je weer pijn in je buik te halen. Ja. Lekker hè, maat. Zo cool. Nou, had ik op de veiling een vogelhuisje gekocht. Een vogelvoerhuisje. Heel leuk. Ik weet niet hoe oud het is. Ik denk best wel heel oud al. Maar ik moest in de auto duwen en toen waren het ineens twee huisjes. Dus ik zal ze even proberen aan elkaar te zetten. Moet niet zo moeilijk zijn, maar ik vind dat zonde om weg te gooien. Iemand zijn hart en ziel ingelegd en
We gaan hem even repareren. Nou, er zit er wat versteviginkjes op. Het is niet helemaal top, maar het is meer een beetje, lijkt een beetje op een woonhuisje in Groningen. En dat bedoel ik niet hatelijk, mensen, want ik heb met jullie echt te doen. Het zal je huis maar zijn. Maar ja, ze zullen het ermee moeten doen. Daar kun je wel even een paar jaartjes mee, joh. Nou, de stok kan nu niet in de grond, want kijk, het is buiten stijf bevroren. Maar leuk voor in het voorjaar. Ik vind hem helemaal goed. Nou, even de fiets testen. Doet hij het? Willy! Hè? Willy? Nou, ook die doet het. Op de BMX. Hoppa. Alleen een nieuw ventieltje hebben. Ah, oké. Okay. Tot zover even deze vlog. En ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Ja, de vlogs die komen één keer in de week ongeveer. We hebben wat weinig data aan te beschikken. Ter beschikking. En ja, de internet ging ook nog niet zo als het moet gaan. Dus dat duurt ook weer eventjes wat langer. Maar dit was hem. Vonden jullie hem leuk? Geef dan een duimpje en... ik zou zeggen tot de volgende. Mazzel!